Thank you.
Thank you.
Oké, nou, we hebben de eerste dag van AnimeCon erop zitten. En Yves is nog niet geëvalueerd, maar ik was zo slim geweest om de hele dag nog niet te eten. Dus gelukkig kwamen we bij ons... Jij is ik ook. Oh, slaap man. Leuk hè, AnimeCon. Yeah. Dus de anderen die zitten daar ook gezellig bij. Kijk, die zitten daar. Kijk. Nee, maar we hebben dus AnimeCon overleefd en we zitten dus nou heerlijk te genieten van een heerlijk broodje kroket tenminste en kipnuggets en van alles. Bitterballen. En bitterballen. Nugget. Dat is eigenlijk hetzelfde als een broodje kroket, maar dan zonder broodje. En echt, de camera die draai ik alle kanten op. Sorry daarvoor jongens. Ik heb nou ook niet de microfoon ingeplucht, want wordt morgen weer gebruikt bij de andere interviews. Maar dag 1 zit erop, we zijn behoorlijk moe. Ja. En morgen wordt eigenlijk de langste dag. Dus we zien jullie daar. En nou probeer ik hem uit. Goedemorgen beste zeepjes vanuit hotelkamer. Weet ik het allemaal wel meer? Dag 2 van de vlog. We hebben vrij goed geslapen. Ahem. Ik bleef wakker van Greg's en gesnurk. En ik heb niet eens geslapen. Smoesjes. Hoe kan ik snurken als ik niet eens heb geslapen, jongen? Met je ogen dicht. Maar ondertussen is de koffie wordt gezet en Yves is dus nou geëvalueerd voor vandaag op de AnimeCon. We gaan vandaag sowieso door de gamebeurs heen. We gaan de dealerroom gaan we even wat mensen gaan interviewen. We gaan even wat roundshots nemen die dus al een beetje door het begin zijn gemixt. Want daar heb ik gisteren niet echt de tijd voor gehad in verband met de dienst van Gamepit en tot de gameroom was, ja, de dealerroom was heel erg laat open. Mijn stem is nu al zo brak als het maar zijn kan, omdat ik gewoon bijna niet geslapen heb. Gisteren bij de McDonald's was ook gewoon hilarisch dat we binnenkwamen lopen en ze zien mij en het eerste wat ze roepen is, oh mijn god, Mario loopt binnen. Terwijl ik als Pokémon trainer was, dus ik heb trouwens ook de tweede generatie badges om, speciaal daarvoor dus. We zijn nog een beetje aan het wakker worden met koekjes, koffie. We gaan daar nog wel eventjes langs de supermarkt om even te kijken of we daar nog iets kunnen vinden. Ik ben moe. Ik denk dat ik maar een uurtje heb geslapen, jongens. Mijn arm wordt gewoon moe van een lichte camera vasthouden. Zo erg is het. Dus, En we zijn er nog steeds niet achter wat die deur eigenlijk is, want dit is onze hotelkamer. Daar zit dus een mystery deur die op slot zit. Hier hebben we dan Gregory. Wie is nou dan daarachter in de badkamer? En we hebben dan hier hebben we een bed. Hier hebben we een bed. En ik lig hier. Ze hebben mij gewoon op de grond gesmeten. Jij ging vrijwillig op de grond liggen. Ja, dat zeg je nu dat de camera loopt. Dat zou ik ook zeggen. En ik vraag me af, wat is dit voor schilderij? Wat is dit? Wat is deze? Ik serieus. Dat is de bloemenmarkt van Delft. Dat is een echte nep Picasso. Ons uitzicht, dat willen jullie natuurlijk ook weten. Ga ik eens heel even kijken wat ons uitzicht is van onze 5-sterren hotel. Dit is ons uitzicht. Het is wel frips. Het is eigenlijk best wel fijn, want binnen op AnimeCon is het best wel warm. Mijn stem die klinkt nou doodsaai. Ik weet niet slecht. Is dat ook een hotel? Is dat hier nou het hotel van? Huh? Ziet eruit als een hotel? Hetzelfde hotel. Jouw gezicht is een hotel. Maar goed, ik zie jullie dus sowieso dadelijk bij de supermarkt of bij AnimeCon of waar ik verder ga vloggen. Ik weet het niet. Ik heb nou de microfoon. Dus even een cameraatje draaien. Ik heb nou de microfoon, dus die gebruik ik alleen maar tijdens het interview. Dus we zien wel hoe dat balletje gaat rollen. En we zien wel waar dat de vlog ons verder brengt. Dus jee, ik ga slapen.
Ja, pan en bed! Yes! Very old, gebruik ijsteam! Yes. Nice! Nou, na dag 2 het een en ander gefilmd te hebben, zijn we dus nu hier gezellig aan het eten en even een beetje aan het vergaderen. Maar echt, alles gaat gewoon ook fout. Maar niet alleen bij mij, de meeste pech komt natuurlijk bij niemand minder dan. Ongelukkige Leroy! Leroy, vertel je verhaal! Nou, om mijn dag nog leuker te maken, we zaten gewoon lekker op het zegelde bankje. Op een gegeven moment komt er een vogel uitvlogen en op een gegeven moment. Pok! Zo, op mijn kleren! Dus ja, hier een beetje vogelpoep, daar vogelpoep, maar ja, op zich valt het mee. Toen later hadden we pizza's besteld, hebben we gegeten. Nou, hartstikke leuk en aardig. Op een gegeven moment komt die witte vogel aangevlogen en ik zag hem aankomen. Ik dacht, nee, je doet het niet, hè? Je doet het niet. En dan, pak, zo mijn pizza. Hier voor die halve minuut toch. Dus, dan gaan we eten. En gisteren had je ook al heel veel plezier met de muntjes. Ja, muntjes, heel leuk systeem. Een apparaat, nou je denkt, nou als je een brief van 50 instopt, krijg je misschien een briefje van 10 eruit. Nee hoor, heel veel muntjes waar je niks van hebt. Ja, dit is allemaal wel drinken. Ja, heel veel. Ja. Dus, Brian die zit ook gezellig nog bij ons. Ja, we hebben hem ook gezellig geïnterviewd, hartstikke gezellig. Nou, ik heb ook het een en ander meegemaakt. Ik zet mijn camera gewoon heel eventjes zo neer, jongens. Dat maakt echt niet zo uit. Die richt er gewoon ergens op. Hi. Maar ik had dus, Brian die vroeg dus of ik een pizza voor hem mee wou nemen. Dus ik denk dat is geen enkel probleem. Maar ja, ik moest dus betalen. Toen kwamen ze aan van, ja, heb je misschien even wat extra geld bij, zodat we je wisselgeld kunnen geven? Nee, dat heb ik niet. Dus ik kreeg 8 euro aan kleingeld. Nou, dit staat de helft van, want Brian die heeft de andere helft. En Leroy heeft er al een euro van. Ja, en Leroy die heeft er ook van. Dit zijn allemaal muntjes van 20. En daar had ik dus een dubbele van. 8 euro in muntjes van 20. Nou, dat is 8 keer 5, dus dat zijn 40 muntjes van 20. Mijn portemonnee is toch nooit zo dik geweest. Nee, soms kan het heel positief zijn. Ja. Nou, hij mocht gelijk eventjes slim vast gebruiken. Oh, trouwens, deze aflevering wordt niet gesponsord. Ik weet niet waarom dat dan gezegd moet worden, maar dat moet ook gezegd worden. Dus. Maar ja, er is dus een heleboel gevlogd. We hebben nou een gezellige dag. Misschien dat ik dadelijk nog even wat extra film of zo met ons gezellig. We zien het allemaal wel, dus... Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb daar mijn zin in ieder geval. Jullie ook. Hij ziet er niet uit alsof dat hij daar zijn zin heeft. Ik heb het vreselijk naar mijn zin. Het is geen afsluiting. Ja, maar we moeten morgen niet... nog. Wat? Morgen ook nog? Wij zitten dadelijk nog in het... Oh, nee, daar heb je vannacht genoeg gedaan. Zijn achterwerk lag op mij. Ik had in ieder geval wel airco, maar stinken dat het... Oh, wat zat ik toch lekker in mijn hotelkamer op een Novo Hotel. Nou, wij lagen bijna zo te... erg. Wij lagen bijna te slapen. En in één keer om 4 uur 's ochtends... Toch goed! Iedereen klaarmaken. Nou, en dan denk je dus dat het eindelijk afgelopen is. En dan echt zo bijna helemaal donker. Besloot hij in één keer te evalueren. Dus in één keer een fel licht van hier tot en met ginder. Maar no. Je kunt het zien, hij heeft dezelfde ondeugende oogjes. Maar hij is hartstikke schattig. Dus ik zie jullie wel bij de volgende scène. Ik ga heel eventjes smeek voor wat dus doen. Ongelukkige Leroy! 1, 2, 3, 4, 5. I don't even. Je dombo! Ik weet niet. Ik heb echt geen idee, jongens. Het is al lang. Jongens, van elkaar blijven.
To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. De deuren zijn dicht. We gaan naar hel. Deze kant op, jongens. In die briek. Pokémon! Niet meer bij, jongens. In die briek. Die briek. Niet meer ik. Oké, jongens. Omlopen. Oké, iedereen rustig. Rustig blijven. Alsjeblieft, iedereen. Iedereen. Stil nu! Oké. Even rustig. Oké. Hier naar beneden. Gelijk naar rechts. Hier naar beneden. Ben je aan het filmen? Oh, ben je aan het filmen? Dat is goed. Oh, wat mooi! Pikachu! Wat een mooi ding! Nee! Pikachu is verschrikkelijk. Oh, okay. Nee, maar ik had het over dat filmapparaat. Volgens mij zijn we bij de gekke 5 minuten beland vandaag, jongens. Ik heb echt... Ik heb geen idee. 2, 3. Zijn we nog compleet? Ik weet niet meer. Oh, trouwens, dat is geen selfie-stick, dat is mijn arm. Gek, hè? Je klinkt een beetje als Link nu. Dat ben ik ook! Sorry, wat? Hanna! En dan komen we nou bij de camera. Dit, dames en heren, is een camera. Oh, yo, nog nooit gezien. Huh? Ah. Ja. Het is net alsof ik... Het is een embryon. Embryon! Papa, ga niet weg! Dus dat waren de gekke 5 minuten. 5 minuten? Het gaat nog een heel uur. Zijn we nog net. En we gaan nog niet naar huis. Nog lang niet. En we gaan nog niet naar huis. Want Luigi is dan thuis. En waarom is Luigi thuis? Om stofzuigen te stofzuigen. Doei! Grote enge man, ik kies jou! Of zo. Leroy, splash harder! Ik bedoel Mark, splash harder! Pedicab, je moet het van Mark vinden! Kom op! Pedicab, gebruik je zwaard! Magikarp, gebruik je zwaard! Zelfs zonder zwaard, ongelooflijk. Ik ga even zetten hoor. Luigi is de nieuwe Nurse Joy. Can I help you? Please come again. Thank you very much! Nee, was een Mexicaan, Joyce. En dat is het, kan je hebben? Please come again! Please come again! Helemaal goed hier. En nu ademhalen! Wat is dat ademhalen? Ja. Nummer 9! Mijn pet zit scheef. Ik weet ook niet wat hier achter me gebeurt, Moen. Ja, dat zie je weer bij mijn vlog. Dan moet je bij mijn vlog kijken. Pikachu! Team. Are you shocking electric now with compliment my water team? I got a chance to capture soap. Echt too hard, need to fight you with my Pokemon. So I kiss you, Umbreon! Let's go to splash! Umbreon, gebruik Confuse Ray!
Wauw, deze man. Oh mijn god, het is Doji, man! Oh, I get you! Nou, dit waren dus echt definitely de gekke 5 minuten. Morgen nog een dag. Ik ben benieuwd of ik überhaupt nog iets van slaap te pakken ga krijgen. Het wordt een beetje al aan de donkere kant. Maar dat zien we morgen wel. Dus ik zie jullie weer bij de laatste dag. Hi! Hi. Help me, ik ga niet zwaaien. Help me! Ik zie jullie. Animecon. Voor alle feesten en partijen. Hey, party! 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 Hey, hey, hey! Hey, we moeten gewoon naar Yashima. Ja, jullie, ja. Jullie? Ja, dat is jullie. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, ik zie jullie morgen, jongens. Wat een geektime. Hier, nou staat ook nog een beeld. Wat zei je? Geektime! Jij kijkt wel heel erg creepy. Kijk naar die wenkbrauwen, echt. Serieus, die wenkbrauwen. Nou. Ik ga er een foto van maken. Foto's gemaakt. Maar is dit nou een opluchting? Of? Het is weer een bevrijding. Maar het is een bevrijdingsdag. Die harnas, dat is zwart. Hey, maar kijk hier, maar die deuk hier. De prinses is bevrijd. Kijk, je ziet daar gewoon die rode rand zitten, ja. Jongens. Goed, jongens. Ons prinsesje. Enough. Sleep. Now. Stoutland! 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 Oh, god. Heerlijk. Heb jij nog muntjes trouwens? Ja! Mag ik die kopen? Hey. Your wallet? It's yours, my friend. Er past meer in die laars dan in mijn tas. Nou, weet je, dan zou ik maar niet de grap uithalen omdat hij nou geen zakken heeft. Ik ga het toch doen. Ja, nou wil jij even de camera openhouden, want nou willen ze dus weten. Ze hebben namelijk het ongelukkige Leroy-filmpje gezien, dus ze weten wat er in mijn portemonnee zit. En een muntje, die kost 2 euro. Wauw, ik heb er nog 1. Ik hoef er maar 2 te hebben. 3. Ik heb er nog 5. Wauw. 5? Je bent er nog niet. Zit er doorheen? Ja. Nou, morgen maken hem op. 6. 7. 8. 9. Dit is 1 muntje. Ja. En wil dit, hè? Dit is bewijsmateriaal. Ik ga hem morgen aanklagen. En dat moet weer in je laars terechtkomen. Jij had geen zakken, hè? Nee. Oh, zijn we nu bij 5 centjes aangekomen? Nee, 10. Nee, want ik had namelijk 40 muntjes van 20. Oh. En die heeft hij nou. Je schreeuwtje naar beneden. Oh. Ik heb er maar die eentje. Die ben je kwijt. Ik moet er nog eentje. Nee, ik heb hem. Je moet er nog eentje, toch? Ja, nee, ik heb nu al eer. Nu krijg ik er nog een. Dank je. Nu heb ik maar eindelijk. Van al die muntjes die ik had, ze zijn weg. Kijk, hier, film dit. Komt nog steeds van die pizzeria van New York. Ja. En dat moet de installatie terug weer. Het is een beetje als de zwarte sleutel van Atmosphere. Je geeft het gewoon door. En grappig is, als je heel goed kijkt... Nou, je zou het haast niet geloven, maar als je heel goed kijkt, heb je... Een geluksklavertje weer. Ach, misschien kun je het wisselen daarbij. Ja. Jullie hebben een muntjes van 20. Ach, zit hier al klein geld? Ja, oké. Okay. Bam! Dat is 2 euro. Komt ie, hoor. Ik heb een blikje op mijn hoofd en alleen voor jou. Ja. Oh, blikje. Ik weet niet wat er achter eigenlijk op de achtergrond gebeurt, maar die zijn volgens mij daar een battle aan het houden met lightsabers. Lightsaber! Hij reageert niet. Morgen. Het is te vroeg. Mijn stem is na zo'n grootje. Hond. Ja. Stoutland. Welkom bij dag 3. Het is zondag. Ga je nou net weg van ons hotel? Ja. Gregory die zit er ook achter. Je zag zijn hand volgens mij. Ik weet niet. Hij kijkt er eens. Ja, ik heb ervoor besloten om toch ook als dag 3 als Pokémon te gaan. Omdat het best warm is. En,
Pokémon, ja, we hebben nou 2 dagen gehad en Leroy die is nou dan wat Phoenix Wright. Ja, het beste voor het laatst, hè? Ja, en we hebben nogal het een of ander zoals jullie hebben gezien uitgevroten. Dus we zijn bang dat we nog wat andere advocaten tegen gaan komen die ons, voornamelijk mij, willen aanklagen. Dus ik denk, ik neem toch maar mijn advocaat mee en dan is het ook wel leuk als ik hetzelfde karakter blijf. Dus ja, ik weet niet wat we vandaag nog allemaal meegemaakt, wat we nog gaan vloggen, maar... Ik ben kapot, mijn stem is helemaal naar zijn kraantje. Hoe zou Mario's stem nou eigenlijk klinken? Hello, it's me! Umbreon, ben jij ook Hees? Umbreon! Zo, dat klinkt als een Aerodactyl. Nou, dat klinkt ook al. Voice actor zonder stem. Hmm. Wat vind jij ervan? Eyes on the road, man. Eyes on the road. Tony, mijn mic heb ik bijna concentreren. Kijk, we zijn... Oh, Umbreon niet op zijn schakeldingetje. 7 jaar rijden schakeldingetje. Kijk, dit is de weg. Ja, Elsberg door, dus hij weer. Eipenbrug. Of nee, ja, Eipenburg. 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 Dus, ja, nou, dit hebben wij al 3 keer gezien. Bij ons hotel trouwens is dat, ja, die Big Donald's waar die foto... Maar jullie hebben het ook niet eens gezien dat die foto... Hier komt de foto. Even in beeld. Mooi. Hele goede timing hier bij de snelweg. Waarom ook niet? Random foto komt mij te geven. Dit is zo niet vatbaar. Ik ben hier zo slecht in. Hoe meer dat je zegt hoe slecht ik ben te vloggen, des te leuker dat we ze vinden. Ja. Daarom doe ik het ook. Nee. Hoe verzin je dit? Dus, nou ja, tot nu toe, het is heel leuk geweest, vermoeiend. Ik ken de kopers nog steeds eigenlijk haten, heel erg veel, vandaar dat ik mijn advocaat meeneem. Dus nu heb ik geen probleem over om mee om naar binnen te komen. Yeah. Dus, nou, achter ons daar zit Danique. Danique, hoe was jouw ervaring? Met jullie of de boek? Ja, met ons. Ja. Laat maar eerst maar over ons beginnen. Ja. Een ramp. Misschien moet ik dat niet doen. Tuurlijk wel, vertel. Ja, vertel. Vertel, wat is je ervaring? Ja. Als er nou een voice-over overkomt, dan weten jullie genoeg, hè? Dus, vertel. Vertel. Nou, ik had gisteren wel echt zoiets van... Wat de f*** doe ik hier? Taalgebruik. Het is voor een kinderkanaal. Sorry. Moet ik gaan censureren? Maar goed, wat is dit voor een? Wat voor bliep is dit een? Bende, jongens, tuig. Ja, wat je net zei. Sorry, man. Wat bliep is dit voor? Toen je gisteren. Oh nee, ik zei wat voor. Wat bliep ben ik hier aan het doen? Oh. Ja? Oh, waar was je aan het doen? Ik probeerde te slapen, maar. Oh, je hebt het over het hotel. Nee, ik heb het over de kom. Kijk, het slapen daar zijn we niet aan toegekomen, jongens. Dat, Nou, één van ons, hè? Ja, jij wel inderdaad. Jij was enough. Sleep. Oh ja, op de kom was ik gelukkig vrij. Hoef ik niet de hele tijd met jullie op schip te zitten. Nee. Hey. Oh. Waarom met jou? Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja, inderdaad. Ik heb hem nog proberen te... Tot. Dus nou, Greg, wat vond jij ervan? Ah, ik vond het... Dus, en Leroy... Geef hem zijn tijd, kom op. Geef mij ook mijn zendtijd. Dat was je zendtijd. Oh, stel, ik zit, doe ik jou mijn zendtijd. Je bent in beeld, je bent in beeld daar. Nou, Anime Con was super geweldig. Ik ben blij dat ik met jullie hier allemaal was. Het was echt zeer gezellig. En met alle andere mensen natuurlijk waar we ook mee waren. Ja, het is morgen. Word wakker. Hi. Dat was het. Wat zei die? Dat was wel geweldig. Oh, jij. Ja. Geweldig. Dan hebben we nog natuurlijk de meeste van ons allemaal. Je hoeft niet naar de camera te kijken, eigenlijk ook op de weg vertellen. Ja, nou, LA, eerste keer. Die LA? Nee, allereerste keer. Anime komt, dus wow. Nou, maar dag 1 dacht ik echt van, wow, ik moet nog twee dagen. Maar het bevalt me wel eens geweldig. Vrouw Milieu erbij, dat maakt het leuk. Ja, kijk, zo geef je complimenten. Dat is niet zo moeilijk. Nou, ik moet... Jongen, ik zit op camera. Als jij nou in één keer in gaat vloggen, ik zijn vloggers, hè? Kijk, en ik mag dat, ik heb je stuur voor me klauwen, dus...
Ja. Vergeet niet, we zitten nog steeds op de Nederlandse wegen en daar zitten af en toe nog wel van de zondagsrijders. Maar goed, mijn eigen ervaring. Vorig jaar heb ik Animecon gedaan. Dat was ook, dat was eigenlijk heel erg hectisch. Hectischer als dit jaar. Gamepit is flink gegroeid. En nogmaals, deze video is gesponsord door Gamepit. Ja, niet gesponsord, maar mede mogelijk gemaakt. Maar sowieso, dit was de eerste keer dan dat ik echt met goede vrienden ook naartoe ging. Gamepit, dat zijn ook hele goede vrienden, begrijp me niet verkeerd, maar echt gewoon waar ik ook heel veel met YouTube samen doe en waar we dus ook echt heel veel mee samen gamen en alles. Dus dat was helemaal nieuw voor mij. En tot we dus ook echt cosplays die we dan hebben, of de rollen die we hebben, zoals dat, we dat ook kunnen noemen, dat we dat zo op elkaar hebben ingespeeld. Geniaal gewoon. Dus het maakt niet uit dat mijn stem helemaal op is. We hebben nog tot 5 uur vanmiddag tot het doorgaat. Het is nou iets van 10 uur, geloof ik. Ja, 10 uur. Ja, ik zie het 10 uur. Ja, 10 uur. Fijn. Dus het is echt geweldig. Dus ik hoop echt ook heel veel van jullie ook te kunnen zien bij Tomo Play. Dat dus 2 en 3 juli zal plaatsvinden in de omgeving Os. Dus het heet Bergen, maar het is eigenlijk Os. Zoiets. Dus, maar goed, ik zie jullie wel op de kom. Dus wat een awkward out of shot is dit. Ik stop met filmen, om het echt te zeggen. Hey, nou, ben een beetje moeilijk te bestaan. Maar mijn shift die zit erop. Ik heb de derde dag niet echt veel gefilmd. Het is een beetje door elkaar gehusteld. Maar onze professor Boom, die is namelijk uitgedaagd. Ja, ik ben namelijk uitgedaagd door Objection. Objection. Jij hebt iemand uitgedaagd. Ja, ik gaf zo'n uitdaging van dance battle. En waar houdt hij in? Spiky dude, waar heen? Dat is om weer gaan dansen. Dan kijken jullie. Oh, wat leuk. Oeh, zij gaan ook nog dansen. We zien het zo. Bij een nieuwe ronde, een nieuwe dans. Zal de verliezer kunnen winnen van onze Stefan? Of gaat hij het onderspit buiten? Prachtig op mijn dans. En trouwens, we hebben hier ook Erik natuurlijk. Deze kamp gaat mee dansen. Deze kamp gebruikt alleen maar splash. Dat is het enige wat hij kan doen. Nou ja, jij mag eerst niet. I'm gonna go. She's the one that's on my mind. She's the one that's on my mind.
Hi, mijn naam is Helle Player 20 en ik heb het voor de eerste keer gedaan. I'm dead. Oké, we hebben experts gevonden. Oké, jongens, we gaan echt. Leroy's gezicht. Leroy's gezicht, wauw. Leroy. Dit in vrije tijd? Ik denk ongeveer 10 uur per week of zo, maar wel al 7 jaar lang. Oké, ja, dus jullie hebben echt heel veel geoefend. Voor mij on en off, maar ongeveer 10 jaar nou. Ja, het was geweldig. Dank jullie wel. Echt respect. Ja, ondertussen zijn we dus. We moeten ook eigenlijk nog eens. Ja. Je ziet hoe druk dat is. We zijn op het laatste moment aangekomen van. AnimeCon. We zijn een beetje uitgeteld, zie met je carp. Je hebt het niet meer overleefd. Zelfs Evelion ligt hier bijna te slapen. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke, ik weet het is een enorme lange, maar leuk. Ja, dat komt allemaal door. Oh, gelukkige Stoutland! Dus vond je de Stoutland compilatie of de vlog compilatie interviews? Laat weten wat je favoriete momentje was, als je daar de tijd voor hebt. Laten we deze gezellige vlog natuurlijk een like achter, als je daar de tijd voor hebt. En hopelijk zie ik jullie een keertje bij de volgende conventie, die gehouden wordt in Berghem, Tomoplay, 2 en 3 juli. Ja, het staat al in de beschrijving geschreven van mijn kanaal. Ja. Kaarten zijn te koop op Tomoplay. Just Google Tomoplay, komt er van eigen zal terecht. Makkelijker kan ik het niet maken voor je. Ja, wel moeilijker. In dat geval, zet je computer uit. Nou, die zijn al weg. Ja, ja, okay. Ik dank jullie voor het kijken. Hopelijk dat... Ja, mijn stem is helemaal naar zijn groot. Komt helemaal goed. Ik heb al weer. Doei! Hey! Hey! Ja, we hebben er één. Doei! Wie had het nou verwacht dat we ook nog aan het strand zouden gaan zitten ja. Om te eten? Ja, mijn Magikarp die vindt het wel erg fijn hoor. Hier. Er is een hele leuke foto, die komt nu even in beeld. Dat was een minder leuk moment. Grootste Magikarp ooit. Ja, jongens, het spijt me. Jullie hebben mijn rotkop al genoeg gezien. Dus jullie krijgen gewoon lekker het geweldige team in beeld. Ik bedoel,
Ze hebben de camera vast gehad, ze hebben allemaal gefilmd, ze hebben meegeholpen met de microfoon, ze hebben ideeën gebracht. De Stoutlandgrap die kwam bijvoorbeeld van Leroy af. Dus Gregory die heeft geholpen met de camera, zelfs de Ziek die kwam met sommige leuke ideeën langs. We hebben zo'n leuke groep gehad, jongens, enorm bedankt. En op het einde zitten gewoon aan het strand, heerlijk bij wat drinken. Zelfs Umbreon heeft zoiets van, wauw, wat is dit? Nee, die zat zo mooi enchanted naar de strand te kijken. Ah, maar dus nu, met een lekker zonnetje er nog eens bij. Dank jullie wel voor het kijken, maar dit is toch echt wel een afsluiting. Jongens, proost. Cheers.